main presentatie voor mijn afstudeer. Mijn onderwerp is het optimaliseren van het onderhoudsproces van het digitaal voorraadbeheersysteem binnen Inditex Systems NV. Mijn naam is Johan Kalpo. Mijn interne begeleider bij dit onderzoek is Don Papers. Mijn externe begeleider is de heer Widitum Bisoen. En mijn bedrijfsbegeleider is de directeur van Inditex Systems zelf, ING Clinton Wong. Verderop gaan, de agenda voor vanavond. Ik ga beginnen met de inleiding over de organisatie gaan we een beetje bespreken. We gaan bespreken over het intern gedeelte, de aanleiding, het probleem, onderzoeksomgeving, de theorie, de onderzoeksvoering, over hoe het onderzoek gedaan gaat worden, wat de bevindingen zijn uit het onderzoek, een conclusie, de aanbevelingen, kosten en baten en natuurlijk een reflectie van wat er is geleerd uit dit onderzoek. Hierop ingaan, beginnen wij met inleiding. Inditex is een bedrijf dat sinds 2002 haar diensten levert in Suriname, voornamelijk in het industrieel sector in de vorm van PPE en ook nog in smeerolie en ook waterinstallaties. Dit onderzoek hier is aansluitend op een vooronderzoek van het vak TP3, waarbij er een onderzoek werd gedaan over welke technologie ideaal is om te implementeren binnen Inditex Systems voor een commerciële transformatie in het voorraadbeheersysteem. Hieruit is gebleken dat RFID het meest ideale technologie was om te implementeren bij Inditex Systems en dit onderzoek sluit dan daarop aan om zich te focussen op het optimaliseren van onderhoudsprocedures van het voorraadbeheersysteem met de implementatie van RFID erbij. In de organisatie is er dan ook besloten om alle afdelingen te betrekken hierin die te maken hebben met het voorraadbeheer, waaronder logistiek, sales en voorraadbeheer zelf, dus magazijnbeheer als het ware, waarbij logistiek dan bezighoudt met inkoop en ook met alles dat eruit gaat, het monitoren van alles dat verkocht wordt door sales. Sales houdt zich bezig met het verkopen en ook registreren van aanvragen wanneer er weer een bepaald product nodig is of een bepaald product voor een latere order nodig is. En voorraadbeheer en magazijnbeheer onderhoudt de voorraden en voorraadniveaus, waarbij die dan communiceert met logistiek wanneer er inkopen gedaan moet worden. Verder hierop ingaand hebben we het aanleiding en het probleem voor dit onderzoek. De aanleiding hiervan was dat er frequente fouten in de voorraadregistratie waren. Er waren tijdrovende inventarisatieprocessen, waarbij inventarisatie handmatig werd gedaan. En operationele kosten waren dan verhoogd om het voorraadbeheer dan te monitoren en ook te onderhouden. De hoofdvraag hierbij is hoe kan Inditex Systems hun onderhoudsprocessen optimaliseren met het nieuwe RFID-systeem om een nieuwe voorraadbeheersproces te vormen. Hierbij zijn er dan een aantal deelvragen gesteld, waarbij onder andere de knelpunten die hierbij zijn bij de huidige onderhoudsprocessen, de technologie die er nodig is om dus het proces voort te zetten, en dan welke diverse type RFID-technologieën er zijn om dan te implementeren, een implementatiestrategie waarbij er een plan bedacht moet worden over een bepaalde tijdsperiode om dan te zeggen van de implementatie moet gedaan worden, mensen moeten op de hoogte gesteld worden en er moet ook dus iedereen getraind worden om het systeem te gebruiken. De onderhoudsprocedures natuurlijk, waarbij er nieuwe procedures vastgelegd moeten worden voor het nieuwe systeem. De impact op bedrijfsprocessen, waarbij er op bedrijfsprocessen een nieuwe impact gaat komen en een nieuwe resultaat eruit gaat komen voor het voorraadbeheersysteem. En natuurlijk training van elk personeelslid die gebruik zal maken van het digitaal voorraadbeheer, maar ook vanuit het ERP-systeem, zodat zij weten hoe het digitaal voorraadbeheer werkt, om dan te weten hoe de registratie in de ERP werkt. En natuurlijk moeten wij de duurzaamheid kunnen behouden van het RFID-systeem, dat het op lange termijn een lange levensduur heeft, de technologie een lange levensduur heeft, en ook makkelijk kan integreren met toekomstige innovaties binnen Inditex Systems. Het onderzoeksomgeving hierbij
richt zich op kwalitatief en kwantitatief onderzoek, waarbij er voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek diverse methoden zijn gebruikt om het kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen. Hieronder zijn er voor het kwalitatief onderzoek gekozen om observaties te doen van het huidige systeem, interviews te doen met de desbetreffende mensen van de afdelingen van logistiek, sales en magazijnbeheer, de focusgroepen te maken in deze afdelingen en ook een analyse te doen van de huidige documentatie en de huidige kennis die er is van het huidige onderhoudsproces en het huidige systeem. Het kwantitatief onderzoek richt zich op een data-analyse waarbij er huidige data wordt gemonitord en geanalyseerd over het aantal jaren heen en waarbij ook KPI-monitoring wordt gedaan van in het onderzoekstraject om te monitoren wat de prestatieverschil is zonder het RFID-systeem en ook met het RFID-systeem. Er wordt hierbij dan ook dus een experiment uitgevoerd waarbij RFID wordt geïmplementeerd op een kleine schaal met een x-aantal producten om te testen wat voor verschil er is wanneer we RFID toepassen en wanneer het er niet is. En dan wordt er ook een enquête gedaan hierbij voor het kwantitatief onderzoek om ook dus de feedback te krijgen van de desbetreffende focusgroep om te weten wat hun ervaring is uit het experiment, de implementatie van RFID. Verder hebben wij ook een afbakening om te letten op de tijdspan, waarbij er een tijdspan van 6 maanden is. De afdelingen, dat het zich alleen afsluit op de afdelingen logistiek, sales en voorraadbeheer en magazijnbeheer, maar niet op de andere afdelingen zoals HRM en accounting. Er wordt een focus gelegd op de technologie van RFID, dus er wordt geen andere technologieën hierin geïncludeerd, zoals andere dingen zoals beacons en zo. Want daarom is het vooronderzoek ook gedaan dat er gezegd kan worden van nee, RFID is het meest optimale systeem. Dus er wordt ook focus gelegd op RFID. Een scope natuurlijk dat dit onderzoek zich richt voor intern bij Indutex Systems zelf en dat het niet voorlopig extern is, dat het zich afsluit tot de afdelingen, de desbetreffende afdelingen. Dus ook de kennis en ervaring hierbij, van wat voor kennis is er over voorraadbeheer en over process flows, om dan ook beter RFID te kunnen implementeren en met behulp van dus de process flows, de huidige process flows, RFID te integreren daarin. En ook dus de locatie, omdat Inditec momenteel ook bezit over verschillende filialen. Daarom is het dan ook van essentie dat dit onderzoek zich afsluit tot de hoofdlocatie alleen van Inditec Systems. Zo, we hebben dan ook de theorie. De theorie hierbij focust zich op diverse technologieën, waarbij hier eerst een framework wordt gebruikt van Lean Six Sigma om het implementatieproject ook te implementeren en ook dus het onderhoudsprocedures te veranderen om een beter resultaat te verkrijgen en ook het huidige onderhoudsproces te optimaliseren. InventPro is het ERP-systeem dat Inditec Systems gebruikt waarmee het RFID-systeem zal integreren. En CISPR RFID is een partner van Inditec Systems die zich bezighoudt met RFID-implementaties en ook met barcodes die wij ook als consultant hebben aangenomen en ook als provider om de RFID hardware te leveren naar Inditec Systems toe vanuit Nederland. Hierop ook ingaand hebben we onze onderzoeksvoering. We hebben de huidige onderhoudsprocessen waarbij er een onderhoudsstrategie is wordt gemaakt voor het salesafdeling en vooral voor logistiek. Om dus het onderhoudsstrategie te behouden dat er communicatie moet plaatsvinden. Er wordt dan planning ook gemaakt van dat er een plan moet zijn om het voorraadbeheer optimaal te updaten en de communicatie moet vloeien tussen sales, magazijnbeheer en logistiek. Het technische ondersteuning is er dan hierbij ook, waarbij er ondersteuning is voor het ERP-systeem om dus ook dat voor te zetten dat er geen blokkades ontstaan, dat iemand niet weet hoe het systeem werkt. Daarom is er dan ook technische steun en dat ze dan ook dus de technologie gebruiken die er momenteel zijn, waarbij er dus handheld scanners nu zijn die gewoon barcodes kunnen scannen.
En natuurlijk moet er dat ook gerapporteerd worden elke keer wanneer er een update komt, zodat iedereen ook van het managementafdeling op de hoogte is van de flow van zowel de voorraad, maar ook dus de assets die zij erin hebben gezet. En natuurlijk veiligheidsmaatregelen, omdat het een magazijn, een heel groot magazijn is. En omdat er dan ook makkelijk verwondingen kunnen ontstaan, omdat er zwaar materie is, er zijn veiligheidsmiddelen, er zijn ook andere diverse middelen die een bepaald gewicht hebben en ook dus een ongeluk kunnen veroorzaken. En natuurlijk continu feedback en improvisatie voor het huidige onderhoudsprocedure. Opvolgend hierop is een soort analyse waarbij Inditex zijn sterke en zwakke punten heeft, maar ook kansen heeft en ook wat bedreigingen ervaart. De sterkte van Inditex hier is dat ze preventief onderhoud doen. Ze zitten van tevoren alles te optimaliseren om zo min mogelijk problemen te krijgen in het onderhoud en in het beheer. De sterkte van Inditex hier is dat ze ook dus een onderhoudsplanning dan doen. Dat ze letten op de veiligheid in het magazijn. En dat ze ook letten op dus de feedback van elke afdeling en om correcties in te brengen. Vandaar dat er ook een vraag is geweest om onderzoek te doen om RFID te integreren. Om wat automatisering in te brengen. En dat is dan ook weer tegelijk een kans om dus de automatisering erin te brengen. En dus ook de infrastructuur te corrigeren waarbij er een semi-automatisch systeem en onderhoudsprocedures wordt gecreëerd.